De lonen kunnen te hard stijgen en dat is niet goed. Je kunt ook de lonen te veel matigen en dat is niet goed. En dat is wat nu in Nederland aan de hand is. Dus als je nu kijkt wat er in 2011 en 2012, hoe de lonen in Europa gestegen zijn, dan staat Nederland helemaal onderaan. Echt, bijna nergens lager, met de uitzondering van Portugal en Griekenland, waar de lonen echt gezakt zijn. Dus als je kijkt naar het economische probleem van Nederland, dan is dat niet de export, die draait als het tierenlier. Buitenlandse handel draait goed, concurrentiepositie is goed. De crisis die wij hier meemaken is vooral een binnenlandse bestedingscrisis en een woningmarktcrisis. En als je dan nagaat dat de lonen nu al 4 jaar minder hard stijgen dan de inflatie, dat we krijgen nog de btw-verhoging is er net nog overheen, we krijgen nog de assurantiebelasting, we krijgen nog de bezuiniging op de kinderopvang. Dus je ziet dat die koopkracht maar afneemt en afneemt en afneemt en relatief die schulden steeds groter worden. Ja, dat is een recept voor een spiraal naar beneden. Kijk, we hebben in heel Europa in ieder geval in zoverre dezelfde crisis, dat we eigenlijk in alle landen is er te veel schuld. Te veel overheidsschuld en te veel private schuld. Nou, in de periferie, Griekenland, Portugal, Spanje, gaat dat gepaard met heel weinig concurrentievermogen en ook nog eens een groot gebrek aan solvabiliteit. He, alle schulden in Spanje staan uit bij buitenlandse partijen. Maar dat is in Nederland is het heel erg anders. Ja, we hebben heel veel schuld. Maar we zijn heel solvabel, want we hebben heel veel spaargeld in de pensioenfondsen en op andere plekken. En we zijn ook heel erg concurrerend. Maar als je nou kijkt naar het economisch beleid dat we voeren, dan is dat identiek aan Griekenland en Spanje. We bezuinigen, we hervormen en we matigen de lonen. Nou, maar de economische situatie is echt anders. We hebben weliswaar veel schulden, maar we zijn heel solvabel. En we hebben concurrentievermogen. Dus de oplossing voor die hoge schulden, die kan in Nederland ook echt anders zijn. Dat hoeft niet gelijk Keynesiaans door de begrotingstekort op te laten lopen. We hebben in Nederland, juist omdat we zo concurrerend zijn, hebben we een oplossing in de richting van hogere lonen. En met die hogere lonen kunnen we de private schulden afbouwen. En uiteindelijk is dat voor de Nederlandse situatie, ben ik echt van overtuigd, de beste oplossing. Hogere lonen betekent ook een minder goede concurrentiepositie voor de bedrijven. Het betekent voor het exporterend bedrijfsleven dat het hele extreme concurrentievoordeel dat ze nu hebben, dat dat wat minder wordt. Dat klopt. Maar uiteindelijk is dat maar natuurlijk een beperkt deel van de economie. De economie draait in Nederland voor ongeveer 25% op de export. Die andere 75% die heeft het nu zwaar. En meer loonmatiging betekent dat die 75% het alleen maar zwaarder krijgt. Het moet gewoon in balans zijn. En dan levert een verhoging van de BTW en assurantiebelasting, et cetera, ook niet veel groei op voor het bestedingspatroon. Nee, dat gaat natuurlijk direct ten koste van koopkracht. Als je kijkt naar het laatste DNB-rapport van december, dan is de conclusie van DNB ook, de koopkracht staat zodanig onder druk dat de komende jaren de huishoudens of moeten interen op hun vermogen of meer schulden aan moeten gaan. Nou, dat is precies de verkeerde richting. We willen die private schulden juist naar beneden brengen. Nou, dat gaat alleen maar als mensen voldoende liquide zijn. Ik zeg wel eens, Nederland is heel erg solvabel, maar heel weinig liquide. En door de lonen te matigen neemt de liquiditeit verder af. Dat is de verkeerde richting.